President Santokki en een IMF-delegatie bespraken op 7 mei de voortzetting van de IMF-steun aan Suriname. Met nadruk op economische stabiliteit en corruptiebestrijding. Beide partijen zijn vastbesloten om samen te werken voor duurzame ontwikkeling. De bijeenkomst tonen de voortdurende economische samenwerking tussen Suriname en het IMF. Evenals de inzet van de regering voor goed bestuur en transparantie. Minister Amaramadine van Volksgezondheid presenteerde gisteren projecten ter verbetering van de gezondheidszorg in Suriname tijdens de regeringsvergadering. Het gaat om onder andere de aanschaf van medische apparaten en investeringen in ziekenhuizen. De regering keurde ook het jaarlijkse medicijnenvoorraadstrategieplan goed en gaf groen licht voor de rehabilitering en upgrade van de spoedeisende hulp van het AZP, die naar verwachting 8 maanden zal duren vanaf eind mei 2024. De regering is vastbesloten om de gezondheidszorg in Suriname te verbeteren. Minister Stephen McAndrew ontving op 6 mei een jubileumboek over 40 jaar ontslagpraktijk in Suriname. Het boek behandelt ontwikkelingen tot 2022, inclusief de aanneming van de nieuwe ontslagwet 2018. Verder bevat het drukwerk statistieken en opinies van betrokkenen. Minister McAndrew benadrukte het belang van bewustzijn over ontslagwetgeving en de impact ervan op individuen en gezinnen.